Goedendag, beste studiekiezer. Welkom bij de voorlichting en presentatievideo van de leraaropleiding Geschiedenis en Statierichting. Mijn naam is Nadine Costense en ik laat jullie middels deze video een kijkje nemen binnen onze leraaropleiding. Dit doe ik aan de hand van de meest gestelde vragen door studiekiezers te beantwoorden, maar ook door informatie te geven over onze opleiding. Dit doe ik samen met twee van mijn collega's, namelijk studenten aan onze opleiding en leraren in spe. Het doel is om een zo goed, maar ook eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de inhoud van deze opleiding, zodat jullie een zo goed mogelijke keuze kunnen maken of wel of niet starten aan deze opleiding bij je past. Al bijna 20 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 8 jaar als lerarenopleider op het ILS van de HAN. Nou is er niks veranderlijker dan het onderwijs. Zo wordt er continu nagedacht over hoe het moet, hoe het beter kan en hoe we het gedaan hebben en hoe we het zouden moeten gaan veranderen. Leerlingen voorbereiden is het belangrijkste wat wij als leraren doen. Wij gaan ze toerusten en vaardigheden aanleren en kennis natuurlijk, om ze zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Maar dan met name ook de samenleving van de toekomst, waarvan zij ook deel gaan uitmaken als volwassenen. Onze manier van lesgeven moet daarbij aansluiten, je moet daarop inspelen. Nou is er onlangs een rapport verschenen over hoe dat onderwijs er dan uit moet zien om leerlingen voor te bereiden van de samenleving 2032. Nou, hoe kunnen we de toekomst voorspellen als we al de hele nabije toekomst en ons heden bijna niet kunnen voorspellen en begrijpen? Nou, dat rapport Onderwijs 32 probeert daar wel een klein beetje een voorbereidend inzicht in te geven. Het is beter bekend als het rapport Snabel, uitgevoerd door het platform Onderwijs 2032. In dat rapport komen allerlei visies op onderwijs naar voren. Op goed onderwijs, over hoe ons onderwijs eruit moet zien. En binnen onze leraaropleiding zijn we daar ook heel veel mee bezig. Want geen enkele docent staat voor de groep en voor een klas met leerlingen zonder dat hij een idee heeft wat hij met zijn onderwijs wil bereiken. Ook gaan we daar dus snel mee beginnen binnen de opleiding. Maar er zijn nog veel meer aspecten die passen en horen bij het beroep van leraar. Ik ga jullie deze presentatie en voorlichting daarin meenemen. Het is namelijk de bedoeling dat jullie, als je bij ons gaat starten, langzaam gaan veranderen, of misschien wel snel, van leerling tot leraar. En we beginnen daar direct bij de eerste stap die je binnenzet bij ons. Je visie op het onderwijs. Voordat ik jullie meeneem in deze digitale presentatie, wil ik jullie eerst laten kennismaken met één van onze studenten. Hoi, ik ben Julia. Ik ben derdejaars student op de lerarenopleiding Geschiedenis en ik neem jullie mee op een dag uit mijn leven. Ga je mee? Ik heb ervoor gekozen om geschiedenis te gaan studeren, omdat geschiedenis iets is wat moet worden verteld en daar zijn ook goede docenten voor nodig. En ik heb gekozen om dit aan de HAN te gaan studeren, omdat de HAN een heel breed kennispakket biedt. Het is een hele fijne school, een hele fijne omgeving. Het is ruim en ook heel erg licht en goed bereikbaar en Nijmegen is een hele leuke stad. Het stage lopen, dat is heel erg leuk. Je begint vanaf jaar 1 al met stages, want het docentschap leer je eigenlijk alleen maar in de praktijk. En die stages die zijn spannend, want het is een hele nieuwe situatie. Je moet je weg zien te vinden als docent en op de school. Maar uiteindelijk is het het wel waard, ondanks alle stress die erbij komt kijken af en toe. Het studentenleven bevalt heel erg goed. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe je het zelf inricht. Maar ik heb het voor mezelf best wel goed ingericht. Ik woon op een hele mooie locatie, net buiten de stad. En daarnaast is het ook gewoon goed bereikbaar en de omgeving is prachtig, dus ik zit hier heel erg goed. Er is ook vrije keuze in de opleiding. Dat is in het derde jaar en dat heet de minor. Het laatste half jaar van het derde jaar ben je daarmee bezig en daarin mag je eigenlijk zelf helemaal kiezen wat voor onderwijs je wilt volgen. Ik heb gekozen voor een minor van mijn eigen docenten en dat heet dan vakverdieping. En ik heb gekozen voor Holocaust en genocide educatie, omdat ik het een heel belangrijk onderwerp vind en ik vind het ook heel erg belangrijk dat je dat als docent goed kan brengen in de klas. En daar wil ik meer over leren tijdens deze minor. Naast mijn studie ben ik ook nog mentor van een studentvluchteling. Dit gaat via de organisatie UAF. Zij ondersteunen hoogopgeleide vluchtelingen. En ik ben dit gaan doen omdat ik het heel erg belangrijk vind om open te staan voor anderen. Ik zie het als een hele mooie uitwisseling van, iemand die gevlucht is, die neemt ook een hele persoonlijke geschiedenis mee. En ik hoop dat ik haar kan ondersteunen met haar weg vinden hier in Nederland.
Ik zou het anderen aanraden om deze studie te gaan doen, omdat de opleiding zelf heel erg interessant is. De docenten zijn echt top. Ik ben heel erg tevreden over mijn docenten. Want op een gegeven moment gaan ze jou ook zien als collega, dus zo benaderen ze je ook. Daarnaast is geschiedenis heel erg interessant. Ik vind het echt top. De geschiedenis biedt een andere kijk op de wereld. Je ziet veel meer verbindingen tussen bepaalde landen of tussen bepaalde bevolkingsgroepen of tussen mensen. Er zit een stukje wereldinzicht, zou ik het willen noemen, bij. Ik ben heel erg tevreden over de lerarenopleiding geschiedenis. Net als bij Julia zullen jullie tijdens je studie het verleden in gaan duiken. Een solide geschiedenisleraar bezit namelijk een rijke basis aan historische kennis en vaardigheden. Om voor de klas te kunnen staan, dien je dan ook een stevig fundament te hebben. Maar het vak geschiedenis is meer dan alleen het verleden. Geschiedenis leeft. Het is vandaag de dag continu om ons heen. Ook in het heden zie je steeds de verbinding met het verleden. Daarom besteden wij als opleiding ook veel tijd aan het verband tussen het heden en het verleden. Een mooi voorbeeld hiervan zie je ook vandaag de dag continu om je heen terug en ook in de actualiteit. Analogieën worden gelegd. Er worden parallellen getrokken, er worden patronen zichtbaar gemaakt met zowel de overeenkomsten en ook zeker de verschillen. Twee fragmenten uit uw actualiteit heb ik uitgekozen voor jullie om eens naar te kijken. Het eerste fragment, De Wereld Draait Door, op 4 november 2019, waarin Geert Mak, een bekend Nederlands historicus en schrijver, zijn licht laat schijnen en een relatie legt tussen het heden en het verleden. Vooral de eerste twee minuten zijn zeer verhelderend. In het tweede fragment, ook weer van De Wereld Draait Door, op 23 maart 2020, heel recent nog, wordt eigenlijk aandacht besteed aan Harari. Misschien wel het meest bekende en belangrijkste historicus vandaag de dag internationaal gezien. In de eerste drie minuten wordt er ook weer een verband gelegd tussen heden en verleden. Maar ook met het oog op de toekomst, want daar is Harari heel erg sterk in. Als geschiedenisdocent is het belangrijk dat je continu voor leerlingen die verbanden laat zien, uitlegt. Die leerlingen die verbanden zelf leert leggen. Maar ook vooral aandacht geeft aan verschillen en overeenkomsten tussen het heden en het verleden. Zodat leerlingen door middel van het verleden de wereld waar ze vandaag de dag in leven om hen heen leert begrijpen. Maar niet alleen de geschiedenis en haar relatie tot het heden is veelvuldig terug te zien in de actualiteit. Ook het leraarschap is alom vertegenwoordigd in het nieuws. In de afgelopen maanden of zelfs jaren is er veel te doen geweest om het leraarschap. Van demonstraties tot aan stakingen. Iedereen had en heeft er wel een mening over. Ook degenen die niet werkzaam zijn in het onderwijs. Sociale media stonden er vol van. Afgelopen weken heeft de pandemie van het coronavirus nog meer gezorgd voor een spotlight op het onderwijs. Het beroep van leraar werd door de politiek gezien als vitaal beroep. Voor sommigen direct een bevestiging van hun roep om meer waardering en investering. Overal zie je nu voorbeelden hoe het onderwijs een onverwachte maar noodzakelijke vernieuwing en verandering in is gegaan. Het fysieke onderwijs kwam stil te staan en er moest op allerlei manieren vorm worden gegeven aan digitaal onderwijs. Is dit waar Snabel in zijn rapport al naar verwees? Zorgt deze pandemie voor een blijvende verandering van het onderwijssysteem? Ook voor onze opleiding, met alle leraren in opleiding en leraaropleiders, werd er een beroep gedaan op flexibiliteit en creativiteit. Vandaar ook deze bijzondere open dag. Hoe hebben studenten dit allemaal ervaren als beginnend leraar en als stagiair op een stageschool? Hoe hebben studenten, die ik momenteel begeleid, mij inzicht hierin gegeven tijdens al onze begeleidingsgesprekken, ditmaal via videobellen? Studenten nemen ineens veel meer taken over van hun werkelijke begeleider dan dat ze eerst deden bij een normale stage. En soms worden de rollen zelfs helemaal omgedraaid en is de student opeens opleider als het gaat om bijvoorbeeld ontwerpen van nieuw digitaal materiaal. Maar ook zonder deze crisis is de vaardigheid als flexibiliteit en creativiteit een essentieel onderdeel van de interpersoonlijke competentie van de leraar. Zoals je ziet zijn er in het nieuws heel veel vormen geweest van creatieve opdrachten die leraren hebben ontwikkeld. Een voorbeeld zijn lessen via YouTube die deze natuurkundeleraar geeft, waar nu.nl aandacht aan besteedt. Maar ook leerlingenraden die bijeenkomen via videobellen. Ook het lerarentekort is ineens veel actueler dan ooit.
Dan nu de overstap naar onze opleiding. Want hoe zorgen wij er nu voor dat jij jezelf als beginnend docent uitrust met de juiste kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om het vak als leraar uit te oefenen? Laten we eerst eens kijken naar de doelgroep. Waar leiden wij jullie voor op? Voor geschiedenis op de HAVO en VWO onderbouw. Vaak het soort geschiedenis dat je zelf al hebt gehad voordat je aan deze opleiding begint. Maar ook geschiedenis op VMBO. Of mens en maatschappij wat op vele VMBO-scholen wordt gegeven. Maar daarnaast kan je ook terecht op het MBO. Als docent burgerschapskunde. Een vak dat volop in ontwikkeling is. En verplicht is op alle MBO-scholen in Nederland. De laatste 2-3 jaar mag je ook geschiedenislessen gaan geven of mens- en maatschappijlessen gaan geven in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Je doelgroep is dus enorm groot, van 10-jarigen tot en met 22-jarigen. Dit staat allemaal in het boekje wat je terug kan vinden op de website. Een van mijn oud-studenten, Pien van der Kemp, die straks nog wat meer aan het woord komt, die geeft aan dat er nog veel meer is. Zij zegt, na de opleiding ben ik als oud-student vanuit allerlei hoeken benaderd. De politie, defensie, het bedrijfsleven, noem maar op. Overal is namelijk onderwijs, zegt Pien. En met de kennis die je opdoet op deze leraaropleiding leg je een solide basis. Overal om ons heen is onderwijs en je kan dus alle kanten op. Mensen vragen vaak of een leraaropleiding geschiedenis er niet voor zorgt dat je te specifiek in één ding bezig bent en bent opgeleid. Nou, de ervaring van Pien is dus absoluut niet dit geval. De kernkwaliteiten die je namelijk binnen de leraaropleiding opdoet is reflecteren, plannen, redeneren, interpreteren, niet alles klakkeloos aannemen en een sociale houding. En nog veel meer kwaliteiten die je de rest van je leven en je carrière van pas komen, ook buiten het onderwijs. De propedeuse bestaat uit twee grote pijlers. Leerjaar 1 heeft 50% vakinhoud en 50% leraarschap. Vakinhoud zijn 30 studiepunten, te verdienen bij allerlei verschillende vakken, tentamens en opdrachten die met geschiedenis te maken hebben. En vakdidactiek en onderwijskunde plus de stage, dat is het leraarschap. De helft van de opleiding in jaar 1 zodoende. Die verhouding 50-50 die verandert naarmate de studie vordert. Naar in jaar 4 ongeveer 10% vakinhoud geschiedenis en 90% leraarschap. Je ziet dus al dat het leraarschap, docentschap echt een essentieel onderdeel is van onze opleiding. Nou, welke vakken kan je bij de vakinhoud allemaal krijgen? Denk bijvoorbeeld aan nieuwe tijd, nieuwste tijd, middeleeuwen, maar ook Westen en de wereld. Een internationaal perspectief proberen wij aan te bieden. Vakdidactiek is vooral het vak waarbij je leert hoe je die inhoud gaat overbrengen. Welke vaardigheden ga je op welke manier met leerlingen oefenen? Welke werkvormen gebruik je daarbij? En onderwijskunde richt zich heel erg op de ontwikkeling van die leerlingen. Hoe zorg je er nu voor dat jouw leerlingen het optimale uit je lesstof halen? Hoe ga je om met 30 pubers in jouw klas? En dat werkelijk leren, die stage, dat is precies de plek waar je al het geleerde in praktijk gaat brengen. Een studieweek, bevat ongeveer 40 uur. Het is dus echt een volle werkweek dat je met deze opleiding aan de bak bent. Een bijbaantje kan dan ook, maar een fulltime baan ernaast is bijna niet te halen. Elke studiepunt, ECTS genaamd, Europese studiepuntensysteem, staat voor 28 studieuren. Nou, op het moment dat jij 60 studiepunten, het maximaal aantal te behalen punten in de propeduizen hebt gehaald, ga je door naar jaar 2. Je hebt dan een officieel diploma binnen, je propeduizen diploma, waarbij je recht hebt tot het vervolg van de opleiding. Heb je 52,5 studiepunten of meer, dan mag je blijven, maar heb je wel een achterstand. Die achterstand komt bovenop de nieuwe 60 studiepunten en studielasturen van jaar 2. Je hebt dus wel even wat werk nog te verzetten. Bij 52,5 studiepunten of meer ben je zodoende vrij om door te gaan met de opleiding. Heb je minder dan 52,5 studiepunt, dan krijg je helaas een bindend negatief studieadvies. Er wordt gezien dat je dan op dat moment een minder stevige basis hebt om de studie die daarna nog komt succesvol af te ronden. In jaar 1 komt de basis aan bod die je minimaal nodig hebt om stage te kunnen lopen. In jaar 2 ga je vooral de diepte in, zodat je als leraar boven de stof komt te staan en de leerlingen de inhoud met diverse voorbeelden en verbanden kan uitleggen en onderwijzen. De wijze waarop je de inhoud aan leerlingen wil overbrengen, dat komt natuurlijk aan bod bij vakdidactiek. Hoe leer je leerlingen vaardigheden aan, zoals bijvoorbeeld historisch denken? Ook ga je kijken hoe je problemen uit de praktijk kan oplossen en toepassen. Dat
krijg je vooral bij onderwijskunde. Zie het als een gereedschapkist. Die vul je met allerlei verschillend gereedschap. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden die je leerlingen wilt aanleren en afhankelijk van het leerproces van de leerlingen, pak je iets uit je gereedschapkist dat je gebruikt. Gedurende je leven als leraar vul je deze kist. Dus niet alleen bij de opleiding, maar ook daarna. Deze kist is ook nooit vol. Kijk maar naar wat leraren momenteel door de crisis leren over afstandsonderwijs. Nou, ook voor onderwijskunde geldt hetzelfde. Je leert hoe bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgroepen leren. Niet elke leeftijdsgroep leert hetzelfde. Niet elke leerling leert hetzelfde. Maar hoe speel je hierop in als leraar? Wat doe je als een leerling je les verstoort? Hoe reageer je als je maar niet begrijpt hoe het komt dat die ene leerling zo achterblijft ten opzichte van die andere? Alles heeft te maken met het leer- en leefklimaat in en rondom jouw lessen en jouw klas. En dat komt aan bod bij onderwijskunde. En zowel onderwijskunde, vakinhoud en vakdidactiek breng je in de praktijk tijdens dat werkelijk leren. Elke keer wordt die verband gezocht tussen theorie en praktijk. Je onderzoekt je eigen lessen en je lespraktijk door middel van bijvoorbeeld onderwijskundige literatuur. In jaar 3 ga je aan de slag met een minor. Een uitgelezen kans om je als toekomstig docent te profileren. Je kan kiezen voor een verdiepende minor of een verbredende minor die aansluit bij geschiedenis of bij het leraarschap. Internationalisering is ook een mogelijkheid. Wil je in het buitenland studeren? Dat kan natuurlijk. Geen punt, wij helpen je bij het zoeken van vakken en universiteiten. We hebben over de hele wereld contacten, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen in Spanje, Noorwegen, Ierland. Maar wil je in het buitenland lesgeven? Dat kan ook. Momenteel hebben studenten helaas terug moeten keren naar Nederland, maar normaliter geven studenten les in bijvoorbeeld Indonesië of Suriname. Je kan ook kiezen om gewoon een minor in Nederland te doen. Bijvoorbeeld bij de Hogeschool of Universiteit van Utrecht. Natuurlijk bieden wij zelf ook mooie minoren aan. Voor docentschap is bijvoorbeeld minor pedagogiek erg interessant. Als je zegt ik wil mij meer verdiepen in het vak geschiedenis, dan verzorgen wij de minor cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, waar een reis naar Rome aan vastzit. Maar ook de internationale minor genocide en holocaust education met een studiereis naar Auschwitz is mogelijk. Kortom, van alles om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Een van onze oud-studenten zei, ik vond mijn minorperiode een mooie aanvulling op mijn studie. Ik wist in jaar 3 dat ik door wilde studeren en naar de universiteit wilde gaan om de master onderwijswetenschappen te volgen. Om hier een betere basis voor te leggen voor het ontwikkelen van kinderen. De mogelijkheid om te shoppen tijdens een minor bij andere opleidingen en een half jaar hiermee bezig te zijn, zorgt voor een nieuwe en hernieuwde dynamiek. In haar geval zorgde het ervoor dat ze een enorme energieboost kreeg om het laatste jaar in het afstuderen in te gaan. Nou, zoals je ziet is er van alles mogelijk binnen de opleiding. In de hoofdfase, jaar 2 en 3, heb je weer vakinhoud, vakdidactiek, onderwijskunde en heb je een grote vrije keuzeruimte binnen de minor. In de eindfase ben je bezig met je afstudeeronderzoek en loop je veelvuldig stage waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen klasse en je eigen werk en tentaminering. Met natuurlijk op de achtergrond de professionele begeleiding vanuit de opleiding en vanuit de stageschool. Hoi allemaal, mijn naam is Pien van den Kemp. Inmiddels 23 jaar oud, maar 17 toen ik begon aan de leraaropleiding geschiedenis. Vers van de HAVO heb ik 4 jaar lang mogen studeren aan het ILS, waar ik ontzettend veel heb geleerd. Naast kennis over vakinhoud en hoe ik dit overbreng, heb ik vooral heel erg veel geleerd over wie ik zelf ben als mens. De opleiding dient als spiegel, waar je wordt gedwongen, gelukkig geen positieve zin van het woord, naar jezelf als mens te kijken en naar je eigen handelen. Dit heeft mij kritische denkvaardigheden, reflectievermogen en bovenal een flinke dosis humor opgeleverd. Deze verworven vaardigheden zet ik nu in tijdens mijn premaster onderwijswetenschappen en mijn werk als zelfstandig trouwambtenaar. Allereerst het linkerrijtje. Je begint met oriënteren. Dat doe je vaak zelf en eventueel met hulp van anderen. Je gaat vaak op onderzoek uit door de website te bekijken en tenslotte zet je de stap om naar een open dag te gaan. Vervolgens schrijf je je in voor een meeloopdag. Bij zo'n meeloopdag stap je letterlijk samen met eerstejaars het collegelokaal in. Je volgt geen speciaal ingerichte dag, maar schuift aan bij bijvoorbeeld een werkcollege vakdidactiek, een hoorcollege oudheid of een werkcollege onderwijskunde. Mocht je na deze meeloopdag zeker zijn van je keuze, dan schrijf je je in voor de opleiding. Als onderdeel voor de aanmeldprocedure vindt de landelijk verplichte
studiekeuzecheck plaats. Bij de opleiding geschiedenis is er binnen deze studiekeuzecheck een matchingsdag. Op deze dag komen alle aanmelders samen en volgen zij enkele onderdelen uit het proefbedrijfsprogramma ter kennismaking met elkaar en met de opleiding. Door de bijbehorende opdrachten kunnen wij als opleiding kijken en jullie als studiekiezers kijken of de opleiding echt bij je past. Na de matchingdag geven wij een advies. Dit advies is gebaseerd op hoe jij je op deze dag hebt gepresenteerd aan ons. Het advies kan positief, twijfel of negatief zijn, maar het is natuurlijk niet bindend. Bij een positief advies hebben we tijdens de matchingsdag elementen gezien waarvan wij denken die nodig zijn om te kunnen starten aan de opleiding. En waarvan wij inschatten dat je jezelf goed zou kunnen ontwikkelen tot een leraar. Bij een twijfel of negatief advies hebben wij dit in mindere mate kunnen zien op deze dag. En geven we je het advies om nog eens goed te oriënteren op het leraarschap of de geschiedenisinhoud om te kijken of dit echt bij je past. Dan stappen we over naar het rechterrijtje. Dat is een opstapje naar de volgende dia. Bij risico en geweld hoef je natuurlijk niet bang te zijn dat we fysiek gaan worden. Het is een metafoor. We gebruiken dit ter illustratie voor je ontwikkeling aan onze opleiding. Je loopt namelijk het risico dat je dingen leert waarvan je nooit had gedacht dat je die op je pad tegen zou komen. Je loopt ook het risico dat wij je naar jezelf laten kijken en je persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling in eerste instantie helemaal niet zo leuk zijn als dat je dacht. We kunnen je een zelfbeeld dan ook geweld aan doen. Maar wij doen dit binnen de opleiding natuurlijk op een veilige en opbouwende manier. Alles om ervoor te zorgen dat je leerlingen niet jou een spiegel voorhouden die vaak veel confronterender is. Zoals ik net al zei, helpen we je binnen de opleiding jezelf te ontwikkelen tot een startbekwame docent. En ben je dan uitgeleerd? Nope, dat ben je eigenlijk als leraar helemaal nooit. Geen enkele leraar is dat. Waar moet je aan denken als je gaat kijken aan het leraarschap? Nou, die startbekwame docent bestaat uit een aantal onderdelen. Een grote professionele schil en daarbinnen nog drie rollen. Een vakinhoudelijke bekwaamheid, een vakinhoudelijke rol als leraar. Je moet vakdidactisch bekwaam zijn. Je moet namelijk iets kunnen overbrengen op verschillende manieren en je moet pedagogisch bekwaam zijn. Waar moet je nou aan denken bij zo'n pedagogische rol? Nou, dat je bijvoorbeeld kan inleven in de leefwereld van leerlingen. Dat je een veilig leven en leerklimaat kan scheppen. Dat leerlingen zich op hun gemak voelen bij je. En dat ze een prettige manier kunnen leren binnen jouw lessen. Dat je op een positieve manier kan coachen of begeleiden. En dat je merkt dat een leerling er misschien een keertje met de pet naar gooit. Die pedagogische rol is veelomvattend. Er komt heel veel bij kijken. Het vraagt ook veel van jou als persoon. Je neemt jezelf mee. Je neemt je eigen karakter en persoonlijkheid mee die klas in. Een loodgieter of elk vak heeft vaak letterlijk gereedschappen die ze in hun hand hebben, die ze gebruiken. Het gereedschap van een docent is zichzelf. En daarom is die eigen ontwikkeling tot docent ook zo enorm belangrijk. Nou, vakinhoudelijk ga je dus ook ontwikkelen. Je hebt het geschiedenisgedeelte. Je hebt namelijk te beschikken over flink groot scala aan historische kennis en vaardigheden. Onderschat die vaardigheden niet. Alleen feitenkennis is niet op zichzelf niet van belang. Altijd in een bepaalde context. En bij vakdidactiek gaan we, zoals eerder gezegd, heel sterk kijken naar de wijze waarop jij die inhoud en die vaardigheden wil gaan aanleren. Daaromheen zit die professionele schil. En die is meestal het meest uitdagende binnen deze leraaropleiding. We starten meteen in de eerste week. Misschien zelfs al in de introductieweek. En we gaan meteen over tot een professionele relatie. Ben je student bij ons? Ben je direct een collega? We spreken je ook aan alsof je een collega bent. Misschien wel eentje met een stuk minder onderwijservaring, maar wel een collega. Want over 2 maanden sta je al voor de klas als je bij ons begint aan de opleiding. Tijdens je eerste stage in periode 2. Zo helpen we je die brede professionele basis te leggen die nodig is. Niet alleen hoe je met je leerlingen omgaat, maar ook hoe je met je collega's omgaat. Hoe je afspraken nakomt. Hoe je contact houdt met ouders en docenten binnen de opleiding. Een deel interpersoonlijke competentie komt hierbij om de hoek kijken. Ben je bereid om jezelf kwetsbaar op te stellen? Kan je dat? Wil je reflecteren op je eigen handelen? Dat kan soms heel moeilijk en confronterend zijn. Maar niemand verlaat deze opleiding
zoals de persoon zoals ze ook kwamen toen ze de opleiding startten. Een heel simpel voorbeeld. Ik refereerde er net al aan. Spiegel die ik voorgehouden kreeg door mijn leerlingen, was toen ik net een aantal maanden als een nieuwe frisse docent voor de klas stond. En ik merkte dat mijn leerlingen heel erg begonnen te giebelen en lachen. Volgens mij was het een 3-HAVO-klas. En dat lachen dat werd steeds vaker tijdens mijn lessen. En dat maakte mij een klein beetje onzeker. Het was niet erg, want de leerlingen luisterden, ze deden wat ik wilde, ze leerden, mijn leerdoelen die ik had opgesteld werden behaald. Het was dus echt nog iets onschuldigs. Maar ik merkte dat er iets aan de hand was. Nou, na lang en breed die leerlingen proberen te vissen wat er aan de hand was, kwam het naar buiten. Ik had een stopwoordje. Dat had ik helemaal niet door. Dat was voor mij een grote blinde vlek. Het stopwoordje, heel simpel, het woordje eigenlijk, gebruikte ik wel erg vaak tijdens mijn lessen. En elke keer als ik dat dus ging zeggen, nadat die leerlingen dat op was gevallen, begonnen zij te giebelen en te lachen. Nou, achteraf blijkt dat ik het heel erg moeilijk kan afleren, want af en toe betrap ik me er zelf op dat ik het nog steeds zeg. Het is iets heel onschuldigs, zo'n klein stopwoordje als eigenlijk. Maar het kan veel grotere vormen aannemen op het moment dat ik niet nieuwsgierig ben om uit te zoeken wat er nou met mijn leerlingen aan de hand is. Zulke dingen die grotere vormen aannemen kunnen erg confronterend zijn. Anderen zien jou namelijk niet zoals jij jezelf ziet. Of niet zoals jij wil dat anderen jou zien. En dat kan je wel eens van je stuk brengen. Maar als je je openstelt en naar jezelf wil kijken, dan ben je al een heel eind op weg. Een zelfkritische houding is dan ook echt een vereiste als je bij deze opleiding wil starten en het met een goed resultaat wil afronden. Op de open dag krijg ik vaak de vraag of deze studie heel erg moeilijk is. Mijn antwoord hierop is dat het heel erg persoonsgebonden is. Voor deze opleiding moet je bijvoorbeeld veel lezen, ook in het Engels. En dit kan voor sommige studenten lastig zijn. Daarnaast vind ik de combinatie stage en school af en toe wel zwaar. Je loopt elk jaar stage en je krijgt hier ook steeds meer verantwoordelijkheden. Het schakelen van student zijn en zelf voor de klas staan is niet altijd even makkelijk. Maar aan de andere kant is het wel fijn dat je elk jaar stage loopt, omdat je hier veel leert. En hierdoor krijg je ook meer ervaring in de praktijk. En je kan zo ook de theorie die je krijgt in de lessen toepassen in de praktijk. Dus dat is dan wel weer fijn. Ik krijg ook vaak de vraag waarom ik de Han juist een fijne school vind. Ik vind de Han een fijne school omdat het een... Omdat de opleiding op de Han relatief klein is. Al je lessen heb je bijvoorbeeld alleen in dit gebouw in K35. Zo voelt het niet alsof je op een enorme school zit. Daarnaast heb je ook goed contact met de docenten. Je bent geen nummer en de docenten zien je ook niet zo. Dit komt dus ook omdat de opleiding relatief klein is. Je kan ook zo aankloppen bij de docentenkamer en de lijntjes zijn altijd kort. Lesgeven is zoals gezegd meer dan alleen kennis overdragen. Het beroep leraar is veelzijdig en het vraagt veel van je als persoon. Het leren van het vak leraar zal dan ook echt een beroep doen op je ontwikkeling en van je persoonlijkheid. Je zal een visie op het leraarschap en het onderwijs gaan ontwikkelen en dit zal je als persoon veranderen. Vaak krijg ik op de open dag de vraag of je de opleiding kan starten als je een handicap hebt, zoals bijvoorbeeld de variatie binnen het autistisch spectrum. Niets is onmogelijk natuurlijk. Nou ja, heel weinig is onmogelijk. Maar besef je wel dat je een enorme uitdaging hebt. Van de studenten die met een dergelijke handicap deze opleiding starten, haalt een enkeling de eindstreep. Geen leuke boodschap, maar wel een eerlijke. Elke opleiding tot leraar vraagt veel van je flexibiliteit en incasseringsvermogen. Niet elke student kan dit proces even goed doorlopen. De ene student heeft daar wat meer moeite mee dan de andere. Ook een student met dyslexie zal een grotere investering moeten leveren om de opleiding binnen 4 jaar af te ronden. Een vak als geschiedenis is gebaseerd op bronnen die vrijwel allemaal zijn geschreven. Lees- en schrijfvaardigheid zijn dan ook heel erg groot aandeel hebben die binnen de opleiding. Je leest dan in jaar 1 minimaal 2 uur per dag. Ook uit Engelse handboeken. In de propeduizen lees je voor de vakken oudheid, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd bij elkaar wel honderden pagina's uit Engelstalige handboeken. Onderschat dit leeswerk niet. Wanneer je moeite hebt met lezen, zal dat voor jou dan dus veel meer tijd in beslag nemen en zal je 40-uurige studieweek dan ook een stukje groter zijn.
Vaak wordt er gevraagd op open dagen wat nou voor die uitval binnen de opleiding van deze opleiding, leraaropleiding, zorgt. Landelijk gezien is die altijd rond de 50%. Waar heeft dat nou mee te maken? Is dat bij ons ook zo? Een veelgestelde vraag. Ik probeer daar wat antwoorden op te geven. Vooral dat leeswerk is een van de grote struikelblokken. Dat struikelblok zorgt niet meteen voor het uitvallen in jaar 1 of de rest, het vervolg van de opleiding, maar zorgt er wel voor dat een achterstand opgelopen kan worden, omdat het tempo natuurlijk redelijk hoog ligt. Het is een hbo-opleiding waarbij we een stuk dieper ingaan op bepaalde stoffen en theorieën en literatuur en we dat ook wat sneller doen. Wanneer je de moeite hebt om dat bij te houden en een achterstand oploopt, bouwt die achterstand zich op tot soms zo hoog en zo groot dat hij niet meer is in te halen. Dat is een van de redenen waarom studenten stoppen. Een tweede reden is dat de flexibiliteit of incasseringsvermogen, het reflecterende vermogen om naar jezelf te kijken, voor de ene student wat uitdagender is dan voor de andere. Wat ook er wel voor kan zorgen dat je uiteindelijk besluit te stoppen met deze opleiding. Een derde mogelijkheid is dat het leraarschap een groter onderdeel is van de opleiding dat je in eerste instantie had gedacht. En dat zien we vooral heel erg in jaar 1 en jaar 2. Voor sommigen is de overstap naar hbo ineens heel erg groot of wordt die onderschat. Of het werktempo en de wijze waarop er gewerkt wordt kan ineens een hele overgang zijn. Houd er rekening mee dat het een voltijdstudie is. Een bijbaan is prima en goed en tegenwoordig ook waarschijnlijk noodzakelijk. Maar een volledige baan is niet haalbaar. Niet in ieder geval als je geen vertraging op wil lopen. Als je deze opleiding wil afronden, dan kom je in een heel eind met een goede planvaardigheid, discipline en een open houding. Loop je erg vast? Neem initiatief. Vraag het klasgenoten, docenten, alumna. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen. En communicatie is daarbij de sleutelrol. Zelf het initiatief nemen en contact zoeken. Geef aan wat je nodig hebt, dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Maar luister ook naar het advies dat je in eerste instantie misschien wel helemaal niet bevalt, maar wel ter harte neemt. Ook daarmee kom je in een heel eind. Hoe moeilijk is het nu les te geven? Die kinderen zitten stil en we luisteren naar een verhaal dat jij vertelt als docent. Dat is het niet. Sommige mensen komen zo binnen, maar merken direct in de eerste stage dat het veel complexer, maar ook veel leuker is om leraar te zijn. De praktijk. Het stage lopen, oftewel werkplek leren binnen de opleiding. Ongeveer 25% van de opleiding bevindt zich in het werkveld. Minimaal 25% moet ik eigenlijk zeggen. We hebben daarvoor een ingenieus systeem ontworpen, al zeg ik het zelf. En waarom doen we dit? Om die studenten binnen dat werkveld aan het werk te zetten en zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen in die praktijk. Nou, hoe hebben we dit geregeld? Bureau extern, een bureau die regelt alle stageplekken. Je hoeft daarom ook niet zelf bij ons op zoek te gaan naar een stageplek. En je krijgt de goede begeleiding waarvan wij weten dat die aanwezig is op zo'n stageschool. Alle scholen in de directe omgeving van Nijmegen die zijn bij dit werkveld, netwerk binnen het werkveld aangesloten. Hier bevinden zich dan ongeveer 70-80% van de scholen die academische opleidingsscholen zijn. En dat zijn scholen waarbij wij een zeer nauwe samenwerking hebben. Niet alleen als het gaat om stage, maar ook afstudeeronderzoeken die op deze scholen plaatsvinden en begeleid worden. De HAN werkt naast deze academische opleidingsscholen ook samen met samenwerkingsscholen. En dat is ongeveer 10-15% van de scholen in de omgeving Nijmegen. En naast die samenwerkingsscholen is er nog een klein aantal scholen, de restant tot 100, dat stagescholen zijn. Ook met die stagescholen werken we heel vaak en geregeld nauw samen, maar is de structuur van begeleiden net even iets anders. Samenwerkingsscholen en opleidingsscholen hebben werkplekbegeleiders die in samenwerking met de HAN geschoold zijn en gecertificeerde stagebegeleiders zijn. Een systeem van dergelijke begeleiders die samen met een schoolopleider binnen de school en een instituutsopleider verbonden aan de HAN zorg dragen voor een goed verloop van de stage. Is dat nou niet aanwezig op een stageschool? Gedeeltelijk. Binnen een stageschool zijn ook zeer kundige werkplekbegeleiders aanwezig waar wij vaak veelvuldig contact mee hebben. Alleen een schoolopleider en een instituutsopleider, dat netwerk zit er niet volledig omheen. Op het moment dat wij studenten gaan plaatsen bij een stageplek, wordt er rekening gehouden met onder andere reisafstand. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een voorkeur van een student. Waar ze graag zouden willen, welk onderwijstype hen aanspreekt. Ook wordt er gekeken naar de oude middelbare school.
Bureau extern plaatst vrijwel nooit op de oude middelbare school. Waarom niet? Daar kom ik later even op terug. Waar wordt er nog meer naar gekeken? Naar een VMBO-school, een MAVO, een HAVO, een MBO-school. Waar heb je al bij de vorige stage gelopen? En waar kunnen we je dan nu plaatsen? Zodat je als student zoveel mogelijk kennis maakt met alle onderwijsvormen die er zijn. Nou, oude middelbare scholen hebben dus niet echt onze voorkeur. Waarom? Omdat we willen dat je als student uit die leerlingrol gaat stappen en echt een leraarrol aan gaat nemen. Je komt daar als stagiair binnen, maar vooral ook als collega in opleiding. En het is wel eens voorgekomen dat een student op een stage bij een oude middelbare school binnenkomt en niet echt als een collega werd gezien, maar weer heel erg terugviel in die leerlingrol. En dat willen wij voorkomen. Stages en voornamelijk ook de LIO-stage verlopen echt in dialoog tussen student en begeleider. Leren is tweerichtingsverkeer en dat zei ik helemaal in het begin van deze voorlichting ook al. De student leert, maar ook die stagebegeleider leert. Elke keer dat zij een ander persoon krijgt te begeleiden, leren zij weer iets bij. Als student en als beginnend leraar ben je daadwerkelijk verantwoordelijk voor alles wat er rond jouw klasse gebeurt. Zowel het curriculum, de lessen, maar ook de school. Je voelt je echt heel erg nuttig als stagiair. En zo wordt een van onze studenten, nog steeds heeft zij contact met haar oude LIO-school. En wordt er gewerkt met door haar geïmplementeerde, dit was er in het nieuwspresentatie. Zij onderhouden na haar stage nog steeds contact hierover. Nou, tijdens de stage en vooral ook in de huidige situatie vanwege coronavirus, is die hele samenwerking tussen stagescholen en de opleiding heel erg belangrijk. En zie je dus ook dat het hele leren, heen en weer leren, nu heel erg tot uiting komt. Een voorbeeld is dus dat die 21st century skills die we heel erg aanleren nu binnen de opleiding, waarbij docenten dat 30 jaar geleden of 20 jaar geleden veel minder kregen binnen hun opleiding, nu heel erg terugzien in de praktijk. Studenten die wij vanuit de opleiding begeleiden, kunnen hun kennis van moderne media nu echt als kracht inzetten in dat afstandsonderwijs. En begeleiders leren daarvan. Maar ook oud-studenten zie ik nu TikTok-filmpjes maken en via Instagram in contact blijven met hun leerlingen. Geschiedenis en het leraarschap zijn dan ook absoluut niet stoffig en oudbollig. Lesgeven op het MBO? Daar moest ik even aan wennen. Ik vond het namelijk superspannend om te starten bij studenten logistiek en autotechniek, omdat ik weinig kennis had van hun vakgebied. Daarnaast had ik geen helder beeld van wat er nou werd verwacht van mij als burgerschapsdocent. Het voelde dus een beetje als een sprong in het diepe. De studenten die ik les gaf, gaven duidelijk te blijken dat je respect moet verdienen en dat afdwingen en autoritair optreden averechts werken. Toen ik in dialoog ging met studenten en hen daadwerkelijk betrok bij het inrichten van mijn lessen en het daarbij behorende aansluiten bij de belevingswereld, ging het steeds beter. De overal aantrekken en studenten mij boven een motorblok laten uitleggen waar nou precies de dynamo zat, zorgde voor een betere relatie met de studenten, omdat ze merkten dat ik echt wilde weten waar ze mee bezig zijn. Het MBO is voor veel studenten, vaak afkomstig van de HAVO, een ver van mijn bedshow. Realiteit is echter dat de overgrote meerderheid van de docenten hier komt te werken. Sta open voor het vak, de studenten, en toon oprechte interesse, dan ga je op het MBO de tijd van je leven hebben. Na veel open dagen, meeloopdagen en oriëntatiemomenten koos ik voor de leraaropleiding geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor mij heeft het ILS, zelfs na 2 jaar afgestudeerd te zijn, nog steeds dat thuisgevoel. Dit komt door een aantal factoren. Allereerst zijn de docenten, zonder uitzondering, bekwame, open en sociale professionals die echt altijd bereid zijn om je te helpen en je vanaf dag 1 behandelen als collega. Daarnaast heb je, zeker in je eerste jaar, veel contacturen met je klas, wat altijd supergezellig is. De werkcolleges die op de HAN zeer frequent worden aangeboden, zorgen er echt voor dat je dat groepsgevoel ontwikkelt. Besluit je om de opleiding te starten, loop, eventueel online in deze rare tijden, de introductie, zodat je al een beetje kennis hebt van de stad waar je gaat studeren en van je klasgenoten. Voor mij als student was de introweek een van de leukste weken die ik ooit heb meegemaakt. Daarnaast is, ik haalde het net al even aan, Nijmegen een geweldige stad om te studeren. Een fijn uitgaansleven, veel verenigingen, maar ook de rust en ruimte
om af en toe te ontspannen. Wat voor mij de doorslag gaf om aan de hand te gaan studeren, was het vooruitzicht van de geweldige studiereizen. Deze hebben echt nooit teleurgesteld, want wauw, wat waren ze tof. In de loop der jaren ben ik op verschillende plekken geweest. Zo ben ik in jaar 1 naar Gent geweest, in jaar 2 naar Berlijn en hebben we 2 weken rondgetrokken door Spanje en Marokko in het laatste jaar van de opleiding. Over die laatste reis heb ik het nog wekelijks met mijn oud-klasgenoten, die inmiddels mijn beste vrienden zijn geworden. Met deze opleiding ga je 2 keer op studiereis. In het tweede jaar ga je 4 of 5 dagen naar Berlijn. In het laatste jaar ga je 2 weken naar Turkije. Met deze reizen kom je op veel plekken en leer je waarschijnlijk meer van die plekken dan als je er zelf heen zou gaan. En daarnaast is zo'n studiereis natuurlijk ook heel gezellig. Zoals Robin en Pien al tijdens deze presentatie aangeven, is studeren aan onze opleiding meer dan alleen bezig zijn met leraar en met geschiedenis. We houden studiereizen om je kader en je wereldbeeld zo groot mogelijk te maken. Maar ook een studievereniging zoals Pontifex is heel erg bezig met geschiedenis en het vak en het docentschap. Allerlei bijeenkomsten worden daarvoor georganiseerd. Maar ook Han Educatie College Tour is een onderdeel daarvan. Met grote namen die al de revue zijn gepasseerd, zoals een Peter Heerschop of een Erik Scherder of een Sinan Kaan. Maar ook Pieter Derks die op het programma staat 4 juni. Waarschijnlijk in een iets andere vorm of wordt het uitgesteld. Er zijn dus allerlei activiteiten die het studeren aan de opleiding bij de Han verdiepen, verbreden, leuker maken en jezelf laten ontwikkelen op andere manieren dan dat je in eerste instantie zou denken. Heel veel informatie die we over jullie hebben uitgestort in deze voorlichting. Kijk hem nog eens rustig na of ga eens op onderzoek uit. Instagram, het leraar worden of Facebook of kijk naar een blog over leraarworden.com. Allerlei manieren om aan de informatie te komen. Je kan ook gewoon contact opnemen met de opleiding. Dan zal ik of een van mijn collega's antwoord geven op al jouw vragen. Jammer genoeg heb ik niet alle vragen kunnen beantwoorden in deze voorlichting en presentatie. We hadden het graag anders gezien. Hopelijk dat dat nog kan. En zeker de volgende open dag zullen we zeker alles aan doen om dat door te laten gaan. Voor nu is dit de meest belangrijke informatie die ik jullie heb kunnen meegeven. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik hoop ook zeker dat je contact opneemt met al je vragen die je eventueel nog zou hebben. En zo niet, dan wens ik je heel erg veel succes met het maken van je studiekeuze. En wellicht dat we je in september gaan zien bij onze opleiding. Tot ziens!